schrijvers aanwezig. De Haarlemse stadsdichter is aanwezig. Er zijn tekenaar aanwezig. Er zijn theatermakers aanwezig. Ik hoop dat jullie een mooie ochtend hebben. Succes allemaal. Ze vroegen waarom mijn boek zo geschikt voor jonge lezers is. Zit er veel seks in? Het boek gaat over mijn moeder, antwoordde ik. Wat denk je zelf? Ik vind literatuur geweldig. Het is de derde keer dat ik meedoe. Niet iedereen is nou eenmaal goed in woorden op papier zetten. Het zou zonde zijn dat je creativiteit daardoor wordt geremd. En dat je ook de kans krijgt om het in een vorm van een tekening te gieten. Of juist in een vlogje om te maken. Dus wij vinden literatuur belangrijk. Maar het is niet het enige middel dat creativiteit in zich heeft. Ik heb hem uiteraard met een tweet bedankt voor zijn compliment over mijn boek. Nog geen 30 seconden later had hij nog maar 2 volgers. Ik vond het leuker dan verwacht, want ik had verwacht dat het een beetje saai zou zijn. Maar ik vond het heel erg leuk, want we kregen een verhaal. En dat ging ergens over. En dan moest je een paar woorden aanstrepen die jou aanspraken. En iedereen had ook weer een heel eigen verhaal. Dus dat vond ik het leukst. Ik denk dat ze wel losgemaakt zijn en de humor dat die wel is overgekomen. Ja. Ja, ik denk dat het gewoon heel goed is voor leerlingen om meteen aan de slag te kunnen en door te pakken. En dat er dan voor iedereen ook wel een vorm is die past. En dat ze daar heel goed in uitgedaagd kunnen worden. Ja. Hierbij hebben we verder geleerd over het striptekenen, hoe het dan precies moet. Met verschillende perspectieven en zo. En hebben we als fantasie gebruikt dat je gewoon zelf wat mocht bedenken. Ja. Dus dat vond ik wel heel leuk. Bij alle 4 de disciplines heb ik gezien dat ze allemaal heel serieus aan het werk waren. En ook dat daar een hele leuke interactie tussen de workshopgever en de leerlingen plaatsvond. Ja, het was volgens mij een hele inspirerende dag. Het is heel anders dan als je een verhaal moet schrijven over Nederlands. Het voelde wat natuurlijker allemaal, niet zo binnen de lijntjes. Ik vond het wel gewoon leuk om een keertje best wel lang naar iemand te luisteren, zonder dat je per se iets met die informatie moest doen. Gewoon lekker luisteren en gewoon een beetje over je heen laten komen wat er gebeurt. Het is wel leuk dat je dus na afloop ziet dat minimaal 1/3 of misschien zelfs de helft een boek van jou wil gaan lezen. Dat kan dus tijdens literatuur.